Amsterdam-Noord is hip en dat ziet ook de gemeente. Er wordt daarom nu nog maar eens onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een brug. Elke dag gaan er 40.000 voetgangers en fietsers met het pontje. 40.000 fietsers en voetgangers, elke dag. Volgens ondernemers in Amsterdam-Noord is dat te veel voor het pontje. Ja, waarom moet er een brug komen? Het is een heel beladen onderwerp. Ik weet dat er al 150 jaar over gesproken wordt. Maar ja, wij denken als ondernemers, bewoners en allerlei nieuw toekomstige gebruikers van het gebied dat er wel echt wat moet gaan gebeuren over nu en een afzienbare tijd. Want ja, die pontjes zoals je ziet worden steeds drukker en drukker. En de verwachting is dat er steeds meer mensen naar Noord gaan komen, dat hier ook gewoon steeds meer gebeurt. Wij verwachten met alle gebruikers, kantoren, horeca en observatie ongeveer 1 miljoen mensen per jaar. Het is geen nieuwe discussie. Al 150 jaar worden er ontwerpen gemaakt voor zo'n brug. Jan Galman ontwierp in de 19e eeuw zelf al 36 bruggen. Toch is er nooit één gekomen. Frido Hoogewoud maakte een boek over Jan Galman. Waarom is die brug nooit gekomen? Oorspronkelijk was Amsterdam-Noord eigenlijk bedoeld als uitwijkplaats voor lastige industrie. Die wilde men echt zoveel mogelijk weg hebben uit de stad. En Amsterdam-Noord werd echt een werkgebied waar ook werkkrachten woonden. Het is niet de eerste keer dat onderzoek wordt gedaan naar een brug. Want in 2008 werd dat ook al eens gedaan. Toen bleek de Kop van Java de beste plek. Jolijn Valk ontwierp daar in 2010 een brug voor. Die brug over het IJ gaat er komen. Niet één, maar wel meerdere, denk ik. De vraag is een beetje, wat wordt de eerste brug en wanneer gaat het komen? En toentertijd onderzoek gedaan naar naar een brug over het IJ en verschillende locaties uitgezocht, onderzocht. Veel onderzoek naar gedaan, met veel mensen gesproken. En dit is toen de meest haalbare locatie gebleken, waardoor ik nu daarvoor een ontwerp gemaakt heb. Nou, dan gaan we even terug naar Galman 1, dus het eerste plan. Dus de grote pakhuisbrug. Galman heeft eigenlijk hier al getekend wat je zou kunnen doen. Dus dat gedeelte tussen, dus die terugwijkende havenkom, daar heeft hij toen al eilanden ontworpen als aanzet voor die brug. En die loopt dan dus hier eigenlijk naar Noord, maar het pijnlijk is dus dat Noord volstrekt maagdelijk is. Ja, en dus nu is er een nieuwe situatie ontstaan omdat Amsterdam-Noord dus heel erg is uitgebreid. Wat er onder andere in de directe omgeving van dit gebied gaat komen is natuurlijk de Adamtoren met creatieve industrie, muziekindustrie, veel horeca en een observatiepunt. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, er komen 2 nieuwe woontorens, er komt een heel groot congreshotel, uitbreiding van het Hyperium Lyceum. Dit zijn de 4 verschillende locaties die ik heb onderzocht voor een mogelijke brug over het IJ. En daar ben ik ook niet de enige in, daar heeft de stad ook al onderzoek naar gedaan. En deze, dus bij de Kop van Java, dat is waar ik het ontwerp voor gemaakt heb. En dan zouden dus de cruiseschepen die hier liggen, die moeten de grootste, die kunnen hier die draai niet maken. Dus die worden gesleept en die draaien hier. Daarvoor zou die helemaal open moeten gaan. Maar ook voor de staande mastroute en de zeilschepen die naar de Sixhaven en naar de nieuwe marina van Amsterdam gaan. Bij de NDSM werf in de buurt. Als er geld voor is, zien eigenlijk alle partijen wel graag een brug. Begin 2015 moet het onderzoek klaar zijn en dan weten we meer. Ik zou het interessant vinden dat er een hele mooie brug wordt gebouwd. Dan zou ik liefst zelf een hele hoge, mooie hangbrug willen. Maar waar, dat is de vraag natuurlijk. Uiteindelijk, dit is onhoudbaar. Hier moet wat gebeuren. Dus vandaar dat nu het moment is, denk ik, dat de politiek hierover besluit moet nemen.